Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat u hier allemaal aanwezig bent. Ik wou het vanavond hebben over twee dingen. En dat is de zaaier, het zaad en de vrucht wat daaruit voortkomt. En ik wou eigenlijk beginnen met Lucas 8, vers 14, 4 tot 15. Maar ik dacht, met dat ik ermee bezig was en gezien de tijd, denk ik, nou, het is een heel bekend gedeelte. Zal ik me kort een beetje vertalen voor u. Het ging over zaaien die uitging om te zaaien en verschillende delen van het zaad viel op verschillende plekken. Allereerst was het langs de weg, een ander deel viel op de rotsbodem, een deel viel tussen de dorens en een deel viel in goede aarde. En dan lees je later in het gedeelte de uitleg ervan dat het zaad, dat is Gods woord, wat langs de weg viel, dat zijn degenen die het gehoord hebben. Maar de duivel neemt het uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en behouden worden. Er was zaad wat viel op de rotsbodem. Zij die het met blijdschap ontvangen, als ze het woord hoorden, maar het ankert niet. Ze hebben geen wortel. Ze geloven een tijdje, maar dan komt de tijd van de beproeving die wij allemaal meemaken in ons leven en dan worden zij afvallig. En dan heb je nog wat in de dorens viel. Dat zijn degenen die het gehoord hebben. Maar door de zorgen, door de rijkdom, door de begeerte van het leven, raken zij verstikt en brengen zij geen vrucht voort. Wij kunnen vrucht voortbrengen, zowel in de geest als in het vlees. En ik kom hier straks dit gedeelte nog even weer terug. Maar ik wil dan samen met u lezen Galaten 5, vers 16 tot 21. Galaten 5, vers 16 tot 21. Dit zegt: dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Even tot zover. Wij willen de werken van het vlees vermijden. Want zoals Paulus al schreef, wie met het oog op zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Verderf, dat duidt op iets wat bedorven is, verschimmeld, verrot, het stinkt. En wat doen we als het verrot is? Gooien we het weg. En dat is precies wat God ook gaat doen en al deed. Namelijk in de tijd van Noach zag God dat de aarde verdorven was. God zag de aarde en om in hedendaagse tijd te vertellen, is de aarde stonk. Hij walgde ervan. En het is in onze hedendaagse tijd niet anders. In deze tijd met Sodom en Gomorra. Hij zei: verderf de aarde. En hij spoelde de aarde schoon met de zondvloed. In soortgelijke bewoordingen staat er in Openbaring 11 vers 18... dat God zal hen verderven die de aarde verderven. Want, zegt Jehovah in Jesaja 11 vers 9, op mijn heilige berg zal men geen allerlei kwaad doen, nog enig verderf stichten.
Wat wij wel willen doen, is met het oog op de geest zaaien. Daar ligt een verband met de vrucht van de geest. En dat kunnen we lezen in het volgende vers. En dan wil ik met u verder gaan met vers 22 en 23. Dat zegt, maar de vrucht van de geest is liefde, is blijdschap, is vrede, is langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Tot zover. De uitdrukking, de vrucht van de geest. We hebben twee uitdrukkingen. De werken van het vlees en de vrucht van de geest. De werken, dat zijn de resultaten van iemand die alles doet. En dat is een gevolg van het handelen. Met andere woorden, de dingen die Paulus als de werken van het vlees noemde, zijn de resultaten van iemands bewuste keuze. De uitdrukking de vrucht van de geest houdt tegen dat deze hoedanigheden niet gevolg zijn van persoonlijke krachtsinspanningen, maar het gevolg zijn van de inwerking van Gods geest op een persoon. Hoe komt het bijvoorbeeld dat een boom vruchten voortbrengt? Tuurlijk, je stopt een zaadje in de grond, maar vervolgens moet je dat zaadje voeding geven en je moet het water geven. Zo is het ook met de zaad van Gods geest. We moeten dat zaadje voedsel en we moeten het water geven. En als we dat doen, dan tonen wij onze afhankelijkheid van God. En gaan wij wandelen door de geest. Wat zijn nou de vruchten van de Heilige Geest? Nou, dat zijn 9 eigenschappen. En ik zal ze 1 voor 1 kort bij u voorbij laten gaan. Allereerste, en dat is ook het hoogste goed wat God zegt in het woord, dat is de liefde, oftewel de agape-liefde. Deze liefde dient een werkelijke kracht in ons leven te zijn. Niet gewoon een begrip. Het heeft veel eer te maken met respect. Het is niet alleen de emotie. Het is ook een wilsbeslissing. We willen God liefhebben. We willen zijn woord liefhebben. Amen. Het is een keuze van onze wil. Geen mens heeft ooit van nature zijn vijanden lief gehad. Onze vijanden liefhebben is een overwinning op al onze natuurlijke neigingen, maar ook op onze emoties. De Bijbel zegt, heb je naaste lief, heb je vijanden lief. Deze agape liefde is in feite het vermogen te hebben om je vijanden of je zuster of broeder, die waarvan je denkt van, nou, ik ben niet zo liefdevol benaderd. Of die zegt iets wat bij jou gaat kriebelen, maar toch zegt de Heer, je kan met mijn liefde ook deze persoon liefhebben. Als we liefde zaaien, wat zullen we dan oogsten? Liefde brengt ertoe dat anderen ons op hun beurt ook weer geliefd hebben. Dan hebben we de volgende, vreugde, oftewel blijdschap. Dat geeft het vertrouwen dat we doen. Als we de werken moeten doen en zaaien, op het oog op de geest, sorry, dan geeft het vertrouwen dat wij doen, geeft ons vreugde. En vreugde op zijn beurt geeft ons weer de kracht om problemen aan te kunnen. De Bijbel zegt niet voor niets. In de psalmen, de vreugde des Heren is mijn kracht. Amen. De vrede. Als men het in deze wereld heeft over de vrede, dan bedoelen we geen oorlog, toch? Maar in geestelijk gezien, dan wil het eigenlijk zeggen geen ruzie maken, geen oneenigheid, geen verdeeldheid zaaien. Want dat geeft ons verontrusting, het geeft ons deprimerende gedachten. Maar die moeten we niet toelaten. We moeten de vrede bewaren.
Niet alleen naar onszelf, maar ook naar anderen toe. Amen. En bovenal, wat de Bijbel ook zegt, we moeten de vrede vooral niet laten roven. Dus als je in gesprek bent met andere christenen, en ze zijn negatief bijvoorbeeld, of deprimerend, of haatdragend, wat natuurlijk niet goed is, en het rooft je vrede, ga dan weg. Geef liefdevol woord, en dan draai je om en ga weg. Laat je niet die vrede roven. En maar bid wel voor de persoon, opdat die persoon weer kan veranderen. Als wij de eigenschap van vrede hebben aangekweekt, dan zal die vrede ons weer helpen in onze relatie met anderen. We laten dan de werken van het vlees als vijandschap, ruzie achter ons en we komen bekend te staan als vredestichters. Langmoedigheid, oftewel geduld. Het Griekse woord, ik zal het maar niet zeggen, want dat is een moeilijk uitspreekbaar woord, maar het betekent langheid van geest. Hij duidt op geduldig verdragen van provocaties die mensen wil doen. Iemand die langmoedig is, accepteert de problemen waarmee hij of zij te maken heeft, zonder de hoop te verliezen dat de problemen voorbij zullen gaan. Het stelt u zelfs in staat om onder de beproevingen door gelukkig te zijn. En het mooie vind ik van het woord, als je zegt langmoedigheid, dan staat er het woordje moedig. Dus wij moeten ook moedig zijn om het goede te doen. Moedig zijn om geduldig te blijven, ook al worden we echt op de proef gesteld. Amen. Vriendelijkheid betekent in eerste plaats meevoelen met die ander, oprecht belangstelling tonen. Maar het Griekse woord gaat verder dan het Nederlandse woord. Vriendelijk zijn betekent daar werkelijk behulpzaam zijn. En vriendelijkheid is liefde in actie. Dus je kunt wel vriendelijk zijn, maar als je er niks voor doet en je laat het niet tonen, dan wordt het niet zichtbaar. Het betekent werkelijk hulp bieden aan degenen die hier behoefte aan hebben. En als we kijken in de wereld hoeveel mensen er in financiële crisis zitten en echt aan de grond zitten, geen baan hebben en eigenlijk heel veel thuis zitten. Nou, ik zie dat echt als werk van de duivel, als mensen, maar ook christenen, veel thuis zitten. Want wat er gebeurt er? Hè, een paar dagen thuis zitten wil nog wel. De eerste keer denk ik, oh, lekker vakantie, ik hoef niet meer te werken. Maar als die weken maanden worden en die maanden worden jaren, dan raakt men heel vaak in het verval van depressie. Van, ja, wat ben ik nou? En minderwaardigheid. En dan is het zo belangrijk dat er dan een buurvrouw of een buurman toch ook laat zien van, hè, maar misschien kan je iets betekenen in de omgeving dat je diegene een beetje op weg helpt. Wij doen dat bijvoorbeeld bij de buurvrouw. Dan zeggen we van, buurvrouw, we hebben brood, zou je door rond willen brengen. Maar ze heeft zelf niet door dat we haar ook een beetje beproeven. Dus we geven haar soms wat extra brood. En als ik praat over extra brood, dan heb ik niet over een paar brood, dan heb ik het echt over zakken brood. En wat gebeurde er? Ze zat te denken van, ja, ze heeft zoveel. Ja, maar jij raakt dat wel kwijt. Dus ze ging nadenken van, goh, wie kan ik dat brood nog geven? Er kwam er in haar gedachte een oude buurman. En die oude buurman was een voorganger. En die voorganger had het ook niet breed. Dat wist zij natuurlijk niet, maar ze dacht, ik ga gewoon maar eens even heen. En ja, misschien kent hij weer mensen aan wie hij weer brood kan geven. Nou, en ze hadden, ze komt daar en die voorganger zegt, oh, kom binnen, we hebben een feest. Dus ik kreeg een kop koffie met gebak. En ze hebben een heel gesprek gehad. Maar dan zie je dat het brood het middel is, maar dat deze vrouw, ze heeft eigenlijk het geloof losgelaten, maar doordat ze weer in contact komt met de voorganger, weet je nooit hoe de geest dit gaat leiden. Dus ik bid voor haar. En ik zeg, Heer, help haar gewoon maar verder. Maar ik zie haar al opbloeien. Ze wordt alweer wat vrijer, ze gaat wat meer naar buiten toe. Nou, dan heb je toch iets door je vriendelijkheid bereikt. En het heeft een wisselwerking. Soms geven we haar eten en heeft ze geen zin aan eten. En zegt Hans, hebben we nog wat extra eten? Oh jawel hoor, zegt Hans. En soms kan het net niet. Maar dan denkt hij, nee, de Heer praat ook over offers. Dus bakje, eten erin, we brengen naar de buurvrouw en hij komt terug. En tot zijn grote verbazing merkt hij dat er niets uit de pan is. Dus de Heer had het weer aangevuld. Nou, dat is dan weer de wonder van de Heer. Goedheid. Nou,
eigenlijk is dit ook een vorm van goedheid natuurlijk. Het zet je ertoe aan om je in te spannen ten behoeve van anderen. Om dingen voor hen te doen. En weet je, zij die zich inspannen om goede dingen voor anderen te doen, blijken ware naasten te zijn. En dat is wat de Bijbel ook zegt, hè? Heb je naaste lief. Maar dat heeft ook een wisselwerking, dat als u van uw kant eens een keer nood hebt, dat men ook weer naar u toe komt. Want zo werkt dat. Het heeft een wisselwerking. Trouw zijn aan is ook geloof hebben. Een gebrek aan geloof echter is de oorzaak dat personen niet actief met hun geloof bezig zijn. Waarom? Geloof is iets wat je moet ontwikkelen. Trouw moet je ook ontwikkelen. Ja, je kan zeggen van ik heb geen zin, maar als je toch gaat en je maakt dat offer, dan gaat de Heer dat zeker belonen. Zachtmoedigheid of zachtaardigheid. In de wereld ziet men dit nog wel eens als een zwakheid. Ah, jij, hè, doet je. Maar het is niet het geval. Weet je, het Griekse woord, nou dit kan ik nog wel uitspreken, dat is praotes, en dan weet ik natuurlijk niet of ik het goed uitspreek, maar het werd in de oudheid toegepast bij paarden die waren getemd. Zoals een wild paard, hè, dat wordt tam gemaakt, zo zijn wij ook getemd door God. Hè, want toen we vleeselijk waren, waren we toch wel een beetje anders en dan wisten we het allemaal wel beter. Maar als we getemd worden door God, worden we ook wat rustige, zachtmoedige, nederige. En weet je, het mooie vind ik, dat een getemd paard, als hij eenmaal getemd is, op zijn beurt gaat ondanks zijn kracht, want het paard kan tegenstribbelen, toch op een tamme manier om met zijn berijder. Hij geeft uiteindelijk toe van, ik geef me gewonnen. En zo mogen wij ons ook gewonnen geven aan de Heer, van Heer, ik kan het niet met mijn vleeselijke begeertes, met mijn zelfzucht misschien. Maar u kan het wel. Maar hier ben ik. En ten mij maar. En als wij dat willen, dan zullen wij ook op een milde en een vriendelijke manier omgaan met anderen. En bovendien heeft het een kalmerende uitwerking op hart, op geest en op je lichaam. Nou, dat willen we toch allemaal. Ja, zeker in deze tijd. Zelfbeheersing. Een gebrek aan zelfbeheersing is de grondslag van de meeste zonden. Ga maar na. Iemand die zwicht voor immoraliteit is een gebrek aan zelfbeheersing. Iemand die te veel drinkt en of rookt is eigenlijk een gebrek aan zelfbeheersing. Broeders en zusters die onderlinge ruzie hebben, ook een gebrek van zelfbeheersing. Maar de Bijbel zegt, we moeten nederig zijn, niet opgeblazen. We moeten niet vol van onszelf zijn. Ons ik moet sterven en niet één keer, sommige mensen denken één keer en het is klaar. Nee, elke dag weer opnieuw moet ons ik sterven. Maar als wij de zelfbeheersing aankweken, dan betekent dat dat wij minder zullen gaan zondigen, maar ook minder fouten gaan maken. Zaai met het oog op de geest door liefde voor anderen in daden om te zetten. Maar terwijl we daarmee bezig zijn, zullen we onherroepelijk met een probleem te maken krijgen. En ik zal een voorbeeld noemen vanuit mijn eigen situatie. Stel je voor. Ik ben, nou de meesten van u weten het, ik ben netjes. Ik hou van een schoon huis. En ik denk dat er wel meer zijn die netjes of een verzorgd huis hebben. Aan de buitenkant kan men al bijna zien dat we een getuige van Christus zijn. Want uiteindelijk moeten we toch ons best doen. Hè? Maar stel je voor dat de buurman, en helaas hebben wij zo'n buurman, hij is alcoholist, ze zitten buiten, hij heeft nog iemand in huis die ook drinkt. Gisteren zat ik even buiten vanwege het mooie weer en ik schrok van de geluiden die ik hoorde. Het was zo tegen Gods wil in, waar ze gesprek wat ze hadden. Daarna was het een plantenbak vol met sigarettenpeuken en
krantenpapier en nou, het zag er niet uit en het stinkt ook, het is vies. Nou, stel dat je een flat hebt en de flat is schoon, maar het trapportaal is smerig. Nou, ik weet zeker, als je door het trapportaal gaat of je gaat bij iemand op bezoek en je ziet dat vieze trapportaal, dat je ook denkt van, oei, nou, die vrouw woont hier, die man woont hier. Dan, misschien zeg je het niet, maar je denkt wel van alles. U doet uw best om de boel schoon te houden en de ander maakt er een puinhoop van. Hoe gaan we dan reageren? Geïrriteerd? Geërgerd? Of misschien wel boos? Nou, dan word je wel beproefd. Op soortgelijke wijze kan het ons ook irriteren wanneer wij streven op volmaaktheid op lange termijn. En worden we ook geconfronteerd nog eens met de onvolmaaktheid van anderen. Dat kan ons ook irriteren. Of afgunst, hè, van, zie je broeder daar? Jongen, die liefhart, wat een aardige man. Hij doet zoveel voor zijn naasten. Nou, ik kan misschien heel weinig voor mijn naasten doen. En dan kan die uitstraling die je hebt, kan ik al afgunstig op worden. Ik ben er niet op, broeder, maar bij wijze van. We worden daarmee geconfronteerd. En het gekke is, we worden eerder geïrriteerd onder onze eigen broeders en zusters. Waarom? Omdat ze zo dicht bij ons staan. En dat kan zo irritant zijn, hè? En dan doen we zo ons best. En dan zien we broeders en zusters dingen doen waarvan we denken, nou, die heeft de waarheid nog niet begrepen, hoor. Maar Paulus onderkende dit probleem. En hij geeft in Galaten raad mee hoe wij moeten omgaan met de onvolmaaktheden van anderen. En wil ik samen met u gaan lezen. En dat is Galaten 6, vers 1 tot 5. En dat zegt: broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Amen. Ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen. Dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Tot zover. Wat probeert Paulus ons te leren in dit gedeelte? Hij moedigt ons aan om anderen te helpen, maar hij waarschuwt ons ook om onszelf in de gaten te houden. Als wij ons gaan irriteren aan de onvolmaaktheden van anderen, dan begeven wij ons op glad ijs. Want wij vinden blijkbaar dat wij het wel goed doen. Maar hij zegt het woord al, hè, als iemand denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, dan bedriegt hij zelfs zijn eigen geest. Als wij constateren dat iemand anders ergens aan moet werken, dan moeten we ons niet gaan irriteren. Dan moeten we hem helpen. Amen. En als we tegelijkertijd realiseren dat ook wij nog lang niet alles goed doen. En weet je wat nou het grappige is? Als je met zo'n preek voorbereidt, dan word ik zelf aangevallen op dit. En toen dacht ik, ja Heer, ik kan het wel verkondigen, maar het begint toch eerst bij mij. En de Heer liet me gelijk al zien, en? Irriteer jij je niet van de buurman? Toen dacht ik ook, Heer, sorry, vergeef mij. Maar goed, het is, ik mag eraan werken. Zal wij allemaal eraan mogen gaan werken. En dan zegt Galaten 6, gaan we nog iets verder. Vers 7 tot 9, die zegt: dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Nou, daar zegt al dat wij niet moeten verslappen, dat wij door moeten gaan.
niet moeten opgeven. Vertrouw erop dat getrouwheid ook beloond zal worden. Het is zo droevig wanneer personen lange tijd in de waarheid volharden en het dan zo moe worden. Net als met christenen. Ze gaan eerst trouw naar de kerk en dan op een gegeven moment zien ze alles een keertje minder. En dan komen ze weer en dan komen ze twee keer niet. En dan, als je zo verder kijkt, op een gegeven moment dan zie je ze niet meer. En dat is zo jammer. Want kijk, het is... Als je kooltjes bij elkaar hebt, dan kun je aan elkaar warmen. Maar als je een kooltje loszet, het warmt nog wel een beetje, maar het gaat zich op een gegeven moment verkolen. We hebben onderwijs nodig. We hebben ook elkaar nodig om aan elkaar te schaven. Daarom vindt God het ook belangrijk dat we naar de gemeente gaan. Maar geef niet op. Onze beloning, onze oogst ligt in de zeer nabije toekomst voor ons. We staan op de drempel van een nieuwe wereld, het eeuwige leven. Het paradijs kan morgen beginnen, als wij die keuze maken. En het is absoluut niet de tijd om te verslappen. Onderzoek jezelf en vraag je af, hoe saai ik? Ben ik bezig met vleeselijke dingen? Of kan ik met een gerust hart zeggen dat mijn leven om geestelijke zaken draait? Wat we ook doen, we zullen oogsten wat we zaaien. En dan kom je weer terug bij die boer. Dat je zaait zijn oogsten. Weet je, we kunnen op drie manieren zaaien. We kunnen zaaien in onze aandacht. We kunnen zaaien in onze tijd. En we kunnen zaaien in ons geld. Helaas zaaien we vaak op die drie dingen op de verkeerde plek. Op de verkeerde manier. En om de verkeerde reden. En daardoor kan het zaad geen vrucht dragen. Weet je, de eerste was dat zaad viel in steenachtige grond. Dat zijn de mensen die beginnen bijvoorbeeld aan een bijbelstudie, kopen een boekje en ze beginnen daaraan, ze willen gelijk resultaat zien. Verandering van je denken, laat ik maar eentje noemen. Dan willen we ook gelijk dat het denken ook verandert. Maar dat kost tijd, dat is een proces. Het zaad lijkt wel goed op te komen, maar het verdort weer even snel als dat het op kwam. Dan heb je de distels. Dat zijn degenen die weten wat ze willen bereiken, maar ze laten zich overmannen door zorgen over korte termijn doelen. Dus je stelt een doel en dan heb je zoiets van, ja, maar wat als dit? En wat als ik dat doe? Ze komen eigenlijk niet tot een resultaat. Ze zijn de hele dag wel druk bezig met van alles en nog wat. Maar ze hebben aan het einde van de dag het gevoel dat er niks concreets uit hun handen is gekomen. Ze zaaien wel, maar ze besteden de tijd en energie verkeerd. En dan gaat het zaaien. Het zaad wordt dan verstikt. Dan heb je nog mensen, christenen, die van tevoren een plan maken over wat ze willen oogsten. Kijk, je kan zeggen van ik wil een appelboomgaard, dan ga je geen peren zaaien, hè, bijvoorbeeld. Ze bedenken hiervoor welk zaad ze moeten kopen en wanneer je dat zaad moet zaaien. En waar het exact neer moet komen om zoveel mogelijk vrucht te kunnen dragen. Je hebt verschillende soorten grond, maar je moet het wel in de juiste grond plaatsen. Dit zijn de christenen die snappen dat ze pas echt wat bereiken als ze beginnen met het einddoel voor ogen. Dus wat je ermee wil bereiken. En dat is natuurlijk de appelboom. En vervolgens alle handelingen die ze verrichten met het einddoel voor ogen doen. Een helder geformuleerd doel en een uitgeschreven plan zijn hiervoor heel krachtig. En dat maakt dat je succesvol wordt. Maar ze weten ook waar ze niet moeten zaaien. Ook weer de andere kant. Dus als wij op de juiste plekken zaaien en precies dat zaait wat je wilt zien opkomen, dan gebeurt de rest vanzelf. Je hoeft het niet, maar je kan het ook niet forceren. Je kan het zaad uit de grond halen, maar dan mist het zijn doel. Het zaad heeft zonlicht nodig, het heeft water nodig en een heleboel tijd. De
Dus ga niet voor de korte termijn. Saai en je kunt erop vertrouwen dat het op zal komen. De gereedschappen die je nodig bent, als je geestelijk wil zaaien, is het woord. Is het gebed. Het is naar de gemeente gaan, bijbelstudie volgen. Je hebt ook mensen nodig die je aanmoedigen. Want ja, als je met een doel begint, en het is een lange termijn doel, dan kan je nog wel eens een beetje halverwege inzakken van, dit is toch wel erg lang. Maar als je dan weer broeders en zussen om je heen hebt van, joh, je hebt het gezaaid. Ga gewoon bidden dat God de regen geeft en dat hij de zonlicht geeft en dat het gaat groeien. En dan moet je kijken, als er een klein sprietje opkomt, hoe blij dan die boer kan zijn. En als hij dan ziet dat het ook nog 100-voudig teruggegeven wordt, ja, dan kan het niet meer stuk. En zo moeten wij eigenlijk ook gaan zaaien in wat we ook willen doen, welk doel we ook voor ogen hebben. En dan kan je uiteindelijk zeggen, Heer, ik bid ook dat diegenen die het woord horen, het zullen gaan pakken en het zullen gaan toepassen. En dat het woord zal gaan wortelen in ieders hart. En ik bid, Heer, dat we dan met elkaar, als we dat doel voor ogen houden, dat zal voor iedereen misschien weer anders zijn, of een gezamenlijk doel, dat het vrucht zal dragen. In de wonderbaarlijke naam van Jezus. Amen.